zal gelijk laten zien wat ik aan heb. Ik heb mijn pakket net binnengekregen. Dus ik ga hem even openmaken. Kijk dan, Mila heeft het zo schattig hond meegenomen. Daar ging mijn relax middagje met spelletjes met Sarah. We hebben net Zodiac gekeken. Het is zaterdag en lekker weekend. Ik ben ontbijtje aan het maken. Ik ben geroosterd brood met jam. Dat vind ik zo lekker. En dan wat fruit en thee. Vata staat aan als jullie bij die horen. Ja, Sarah gaat vandaag bij Mila eten. Ze zouden allebei een keer uit eten gaan bij elkaar. Al eten ze veel vaker bij elkaar. Maar goed, ik moet Georgia zo even een appje sturen. Of we dadelijk gewoon weer hetzelfde doen tussen de middag met de maandag en de dinsdag. Moet ik zo niet vergeten, oké? Ja. Nou, dan gaan we deze dag heel rustig door. En als het goed is, komt er morgen heel veel sneeuw. En komen vandaag mijn snowboots binnen. Hij staat in de app, dus ik hoop echt zo dat ze ook echt binnenkomen. Ik heb me gedoucht en aangekleed. Ik zal gelijk laten zien wat ik aan heb. Dat is een beste hoogte, deze, denk ik. Deze trui van Selected Fab. Deze is zo warm hierdoor. Maar dat is echt lekker met dit weer. En weer een Levi Small High. En ik heb geen schoenen aan, want het regent. Het is koud. Het is grijs. Dus ik weet niet of we de deur uitgaan. Ik heb mijn haar ook gewoon even lekker makkelijk in een staartje gedaan. Ik wil ook echt even van dit weekend gewoon chill, relax maken. En volgende week begint natuurlijk school weer. En weer het vroege opstaan. En dan heb ik weer meer tijd ook om gewoon alles hier te doen. Dus dat heb ik ook echt zoiets van, dan kan dat maandag wel. Even gewoon 2 dagjes. Eigenlijk niks. Heerlijk. Dus we gaan zo gewoon kijken of we even iets leuks in huis kunnen doen. Ik heb net boven wel alles even helemaal lekker doorgelucht. Dus alles is weer helemaal fris boven. Lekker frisse lucht in huis. Ze heeft het denk ik zelfs nog niet aan het aankleden. Misschien doe ik het nu ook wel hier. Het is toch heel warm nu hier. Ik had de verwarming vrij hoog gezet vanochtend. Omdat ik het heel koud vond. Ja, ik denk dat ik dat even ga doen. En dan is het weer een beetje aan het opwarmen. Als Sarah dadelijk beneden is. Ik ga even lekker noedels lunchen. Ik heb mijn pakket net binnengekregen. Dus ik ga hem even openmaken. Ik had al een schaar gepakt. Ik hoop echt dat ze goed zijn. Want ik had eigenlijk gewoon 2 maten moeten bestellen. Zit ik nu te denken, want terugsturen is makkelijk. Ja, als ze nu niet goed zijn, dan heb ik gewoon niks. Dat zou echt niet leuk zijn nu. Want het gaat als het goed is vanavond al een beetje gebeuren. En ik wil echt normaal naar school vandaag. Nu rijden. Dus. Ik heb nog niks op te doen. En. Hallo, dit zijn ze. Deze snowboots heb ik gekocht. Zijn van Laf Moschino. En als het goed is heel warm. Kijk, er zit niks in. Deze is voor links. Ik kon kiezen tussen 2 maten. Oh, deze zijn gewoon goed. Dus ik had de grotere gedaan. Ik denk, want dan kan ik ook nog dikke sokken erin. Ze zijn wel heel tof. Sneeuwlaar zijn natuurlijk normaal niet echt heel mooi. Maar deze vond ik dan nog wel oké. Zijn ook iets minder breed dan die andere. En door de opdruk en zo vond ik ze wat leuker. De applicatie. Ik vind het wel raar, want ik ben natuurlijk gewend op hakken te staan. Dan voelt het echt heel erg plat. Ik had 1 paar toffe met hak gezien, maar die waren helemaal uitverkocht. Dus ja, toen had ik niet heel veel optie. En toen zijn er dus deze geworden.
Aan de voorkant zit hij een beetje raar, maar dat is van de zon die dubbel gevouwen is. Zo. Dus ik kan de sneeuw door. Jee. Kijk dan, Mila heeft een zo schattig hond meegenomen. Het is een logé. Een logé hondje, maar ah, wat ben je schattig. Ah, wat een pluizenbolletje. Ze is 13 weken. Ja, ze is echt heel jong, hè. En nog zo zacht. Hi. Jij wil gaan happen een beetje, spelen. En jij hebt van die scherpe tandjes. Zachtjes, zachtjes. Ah, je bent lief. Ja. Oh. Ja, wat is ze schattig, hè? Ze zei je van hij eigenlijk. Zij. Ze zei, hoe heet ze? Jessie. Dat wist ik al. Hallo, Jessie. Ze heeft ook een... Kijk, je kan ook zien het halsbandje. Ja, dat zit tussen de vacht helemaal. Ja, ze vindt hem heel vervelend, dat halsbandje. Ja, dat snap ik. Als ze dat niet gewend is, is dat natuurlijk heel gek. Maar die heeft ze heel vaak om, hoor. Maar dan gaat ze er dan lopen hangen. Ja, maar ze is nog jong, dus zo lang kan ze hem nog niet om hebben. Nee. Dus het is wennen. Ja. Dan gaat ze er zo aan bijten en dan zit hij vast in de bedje. Zo. Ja. Oh, kan je erbij? Ja, mij hebben ze het echt heel irritant. Zo, pak echt maar, fijn. Pak maar. Ja, het lukt, hè? Kijk maar. Hij viel ook tussen de bank. Toen kon ze er niet meer bij. Ja. Dat is helemaal haar dingetje. De stokje. No. Ze heeft een hele bak vol stokjes. Ben je ook helemaal lief aan het aaien? Ja. Oh, het is zo schattig. Ja, zo schattig. Hi. Wat leuk dat je bij mij op visite komt. Het is zo leuk, Jessie. Ja. Maar jij was nog even enthousiast. Ja, ik vind het heel leuk, hè, waar ze is. Daar ging mijn relax middagje met spelletjes met Sarah. Want ze is al met Mila mee. En ik ben naar huis aan het rommelen, dingetjes aan het doen, dingen aan het opruimen. Maar ik weet niet, ik loop een beetje als een kip zonder kop rond. Elke keer vergeet ik wat ik aan het doen was. Dus heel veel voor elkaar krijg ik ook niet. Oh ja, ik ging Sarah de gymtas vast inpakken. Want ze heeft maandag gym. En ik had echt zoiets, dat ga ik echt vergeten. En ze heeft dat als eerste in de ochtend. Dus ik kan het ook niet later nog meegeven. Als ik het niet heb, is het te laat. Dus dat ging ik doen. Wij hebben net gegeten. En nu is het wachten tot Sarah weer thuis komt. Ze wordt zo langsgebracht. Want ze gaat met Jessie nog even lopen. Dus dan lopen ze hier toch al langs. Of in ieder geval, dan maakt het niet uit. Dan kunnen ze ook hier langs lopen. Ah, oh, zo blij. We zijn weer samen. Je hebt het lekker gehad, hè? Ja, ik heb de pasta die mama heeft gemaakt toen Mila bij mij kwam eten op. Maar die vond ik niet zo lekker met de kaas. Ja, ze hebben hem anders gemaakt nog dan wij. Dus we hebben het er net over gehad, hoe ik hem maak. En ik heb ook gezegd dat er ui bij moet, want er moet toch ui bij? Ja, ik doe er ook als een uitje door. En een prei? Nee, geen prei. Nee, er zit tuinertje in en spinazie en een fijn uitje. Kipfilet. En de spaghetti zelf. Crème fraîche, ja. En een teentje knoflook nog. Maar ik ben zo blij dat je er weer bent. En nu is het alweer En ik heb er ook wel bij me op het. Maar morgen gaan we een leuke dag hebben, hè? Heb je wat om naar uit te kijken? Sneeuwpret! Ja, als het goed is. Maar je weet het nooit. Nou. Ja, maar er komt sneeuw. Geef me een kusje. Is het al aan het sneeuwen? Nee, aan het regenen. Nou. Mag ik kusje? Liefste knuffel. Hmm. Oh, kijk nou. Ik weet niet of je het hier ziet. Deze lijn. Dat is mijn oude kinderbeker van vroeger. En die is dus... Zie je dat zo erin? Hier helemaal geborsten. Je ziet ook de thee er doorheen komen. Ik denk, wat voelt mijn beker nat aan? Maar kijk. Dit is dus... Ja, het lekt niet heel erg. Het komt er heel dun doorheen. Maar je ziet het wel met de kleur van de thee. Hij is dus op. Ik ga snel mijn thee drinken, aangezien het nog niet doorkomt. En dan gaat hij weg. Deze week heb ik echt al vanaf mijn kindertijd. Dus ja. We hebben net Zodiac gekeken. We hadden allebei zin om dan maar een filmpje een keer te doen. Oeh, ik ben best wel moe. Marco is gelijk naar het film naar boven gaan. En ik wil dat hier nog een beetje opruimen, as usual. Maar ik zit in te storten, dus ik ben eigenlijk gewoon te lui om op te staan. Om naar bed te gaan. Ja, life sucks sometimes. Maar goed, wat wel een goede film. Alleen hij duurt echt heel lang. Hij duurt
2,5 of 3 uur of zo, geloof ik. Dus, maar hij is wel goed. En hij is wel van een paar jaar geleden. Maar we hadden hem nog nooit gezien. Allebei niet. Dus het was al heel interessant om te kijken. En ik ga nu kijken of ik mezelf van de bank af kan hijsen. En ook echt even naar bed kan gaan. Ik heb mezelf van de bank afgetrokken. En de kamer netjes gemaakt. Dus ik ga naar mijn bed. Oh, en ik ben echt super benieuwd hoe snel de morgen ligt. Het ligt nu een klein laagje. Maar ja, is het morgenochtend 5 centimeter of ligt opeens 20 centimeter sneeuw? Wie zal het zeggen? Ik heb net nog heel even gekeken. Het sneeuwt nog steeds. Dus dat wordt spannend, maar we gaan het morgen zien. Ik ga nu slapen. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!